In het uiterste zuiden van de Gazastrook zouden volgens de Palestijnse bronnen gisteravond zeker 35 mensen om het leven zijn gekomen. En dat zou een vergelding zijn voor een raketaanval eerder op de dag van Hamas op Tel Aviv. Het Israëlisch leger zegt dat er zeker 8 raketten zijn afgeschoten vanuit diezelfde stad, vanuit Rafah dus. En die zouden zijn afgevuurd met heel gek wat hier staat. Iets heel geks. Maar we gaan naar correspondent Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de spanning lijkt hard op te lopen. Hoe is dat te omschrijven afgelopen weekend? Want ja, over en weer de schermutselingen. Inderdaad, het leek even wat rustiger te worden in Rafah na de uitspraak afgelopen vrijdag van het Internationaal Gerechtshof dat Israël zijn offensief moet staken. Wordt hier iets anders geïnterpreteerd, maar zoals gezegd gisteravond die aanval iets ten noordwesten van Rafah. Israël zegt dat daar in de buurt Hamas-leiders bijeen waren. Die zouden ze hebben willen bestoken. Hebben ze ook geraakt. Maar daarnaast hebben ze dus dat tentenkamp geraakt. De beelden verschrikkelijk die daar vandaan komen. Eén groot inferno. En daarbij zijn dus vele tientallen doden gevallen. En het Rode Kruis zegt ook, het was een humanitaire zone. Dus mensen die afgelopen weken uit Rafah vertrokken zijn, heeft het Israëlische leger gezegd, ga daar naartoe, daar zijn jullie veilig. Nou ja, daar bleken ze dus ook niet veilig. Nee, vrees. Ik ken de Hamas heeft meteen gezegd, jongens, je moet nu opstaan en marcheren. In reactie op die luchtaanval op dat tentenkamp. Gaat dat voor onrust zorgen? Gaan de Gazanen daar massaal naar luisteren? De Gazanen misschien niet, maar het kan wel onrustig worden op de westelijke Jordaanoever. Daar is het ook al tijden spannend. En dit kan natuurlijk wel net een signaal zijn dat ze toch vandaag de straat op gaan, mogelijk ook in Oost-Jeruzalem. Maar ze hebben ook gezegd in het buitenland. Dus misschien dat dit zelfs gevolgen heeft voor de universiteiten in het westen of andere plekken waar doorgaans gedemonstreerd wordt voor de Palestijnen in Gaza. Ja. Nou, was dit een vergeldingsactie op een reactie op een Hamas-aanval met raket op Tel Aviv, de plek waar jij zit, heb je er iets van gemerkt? Bizar eigenlijk. Normaal gesproken krijg je luchtalarmen. Dan weet je dat je weg moet rennen. Heb je minuten de tijd om een veilige plek te zoeken. Maar ik zag op mijn telefoon wel alarmen binnenkomen. Maar ik ging ervan uit van nou, dat zal wel in het noorden zijn. En plots een minuut later dan een flinke knallen hier van de Iron Dome. Die hier net iets ten noorden van waar ik woon de raketten uit de lucht schoot. 8 raketten. Verder weinig schade opgeleverd. 1 huis in Herzliya geraakt. Maar wel de eerste aanval weer in 4 maanden tijd op het centrum van Israël. Waarschijnlijk door Hamas-leden die zagen dat het leger hen naderde. In ieder geval het zou ongeveer 800 meter van hun verwijderd zijn geweest. En denken van, nou ja, dat arsenaal kunnen we maar beter opmaken voordat Israël het confiskeert. Dus die hebben die raketten richting de Tel Aviv gestuurd. Ja, nu, afgelopen vrijdag hadden we die uitspraak van het ICJ, het International Criminal International Court of Justice, het ICJ in Den Haag, in het Vredespaleis. Daardoor zouden de Israëliërs, Netanyahu heeft dat vervolgens aan zijn laars gelapt, die uitspraak van het ICJ. Maar wat ik begrijp is dat Israël toch het offensief in Rafah lichtjes aan het terugschroeven is, klopt dat? Dat klopt inderdaad. Ze hebben afgelopen dagen een aantal troepen teruggetrokken uit dat gebied. En dat doen ze ook vanwege die uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Maar ook in de hoop dat deze week toch weer die onderhandelingen opgestart kunnen worden met Hamas over een staakt het vuren. De vooruitzichten, zelfs als ze beginnen, zijn slecht. Maar in Netanyahu en de regering wil toch enigszins een gebaar geven dat ze luisteren naar de internationale kritiek en dat ze eventueel bereid zijn om toch weer dat gesprek met Hamas aan te gaan. Dus nou ja, je hebt dan afgelopen gisteravond had je die dodelijke aanval iets ten noorden van Rafah. Maar op de grond is het iets minder fel dan dat het de afgelopen weken was. Duidelijk, inderdaad, dat staakt het vuren. Is de kans inderdaad dat er wordt overlegd deze week weer? Die kans is aanwezig dat er inderdaad weer om de tafel gegaan wordt. Maar de kans dat het geslaagd is heel klein. Zoals de belangrijkste onderhandelaar hier in Israël, de man die verantwoordelijk is voor de gijzelaars, voor de kwestie van de gijzelaars, die heeft volgens de media hier gezegd van, nou, met deze regering, met Netanyahu aan de macht, zal er nooit een deal komen, want zij zijn niet bereid om water bij de wijn te doen. Aan de andere kant is Hamas dat ook niet en die 2 tegenpolen, die moeten de bemiddelaars bij elkaar zien te brengen. Nou ja, dat wordt schier onmogelijk. Dankjewel, Ralf Dekkers, onze man in Tel Aviv.